Daar is de Pharah van hun. Hoppa! Yo, Nintendo fans. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Overwatch is uit voor de Nintendo Switch. En ik ga zo mijn allereerste potje ooit op de Nintendo Switch spelen. En volgens mij hebben we een match gevonden. Dus we gaan het doen. Ik wil gelijk Pharah hebben. Bam. Ik wil Pharah. Ik ben level 1. Deze mensen level 9, level 6, level 2, level 3, level 5. Let's go. Oh, ik kan mijn skin nog wisselen. Ik kan hem in Security Chef zetten. Kijk, deze is wel awesome. Nice. Oh, ik heb best wel veel Overwatch gespeeld op de PlayStation 4. Ik hou echt van Overwatch. En nu is die eindelijk op de Nintendo Switch. En ik vind het zo vet. Alright, wij spelen dus Defense. Pharah is wel beter als je een aanvallend team speelt. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Let's go. We vliegen lekker door de lucht. Dat zijn een beetje de abilities van Pharah. Je kan lekker zweven in de lucht. Dan kan je lekker zo allemaal rockets zo erbovenop gooien. Super nice. Je hebt nog een andere rocket waarmee je ze weg kan laten bouncen. Dat is deze. Is ook wel nice. Dus yeah, let's go. Ik ben benieuwd hoe het gaat met mijn team. Pharah is niet de meest ideale kandidaat voor deze map. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik ga het gewoon proberen. We gaan gewoon Pharah spelen. Omdat ik Pharah gewoon echt super dope vind. Let's go. De allereerste match in Overwatch gaat beginnen. Ik ga eens even kijken wat mijn tegenstander ervan bakken, jongen. Let's go. Kijk, ik zie daarin al lekker wat karaktertjes. Bam. We hebben er alvast één. Ah, nu ga ik dood. Nu ga ik gelijk dood. Ja, oké. Okay, Hammond, die ken ik nog niet. Dat is een nieuw karakter. 1-1. Oké, okay, dit was niet de meest goede start die je kan wensen. We hebben wel twee mensen down. Als Bastion nou even in zijn turret mode gaat, dat zou nice zijn. Ik was een beetje te enthousiast, jongens. Ik ben zo blij dat Overwatch uit is. Ik was te enthousiast. Ik had eventjes moeten chillen gewoon. Kijk, Hammond gaat down. Lekker. Soldier. Pak Soldier erachter. Ja, yeah, bijna. Die kunnen we pakken. Pak hem. Pak hem. Kom aan, team. Kijk, nu is Soldier daar zo. Ja, oké. Gooi maar gewoon lekker rockets erop, Pharah. Dat is my job. Mijn job is gewoon om de carrot rockets bovenop te gooien. Hammond komt er weer aan. Ik ben lekker aan het hitten. Oeh, die is bijna down. Nu, ja, hoppakee. Double kill. Wat is Soldier en nog iemand? Ik weet niet wie we nog meer hadden. Volgens mij staat hier een Anna. Die kunnen we ook wel pakken. Yes, Anna down. Lekker, man. Daar staat nog een enemy. Ik weet niet zo goed wie het is. Oh, het is Winston. Hoppa, Winston ook down. 5-player killstreak. Kijk, we hadden geen goed begin. Maar nu gaan we wel lekker. 5-player killstreak. Nog even verdedigen. Dus even kijken. Er komen nog meer enemies. Ik gooi wat rockets gewoon er langs. En dan als ze komen, dan zijn ze de Sjaak. Oké. Mijn timing was net een beetje off, maar maakt niet uit. Daar is Moira, die is down. Lekker. Oh, ik word nu gehit door iemand. Ik weet niet door wie. Ik heb wel even healing nodig, eigenlijk. Ik kan wel wat healing gebruiken. Volgens mij ligt hier binnen healing. Als hier geen enemies komen, zou het top zijn. Yes. Healing. Nou, ik kan wel even hier kijken ook. Het is niet het meest handige, maar... Ik vlieg wel gewoon weer weg. Hoppakee. Ik ben weer terug op mijn post, jongens. Let's go. Ze zitten daar binnen. Oh, ik zie daar Anna. Anna is down. Er zit iemand op het punt nu. Ze hebben ook een Pharah. Dit wordt een battle van Pharah. Kom op, jongens. Defend. Oh, ik kan trouwens mijn ult gebruiken. Zal ik het gewoon op Pharah doen? Het is niet echt een hele goede ult, dit. Oh, man. Oh, ja, lekker. Pharah uit de air, uit de lucht gepakt. Rodok staat nu op het punt. Rodok is down. Lekker bezig, guys. Ik ga daar eens even bouncen. Oké, we kunnen ook gewoon Reinhardt proberen te killen. Even die kant ook in de gaten houden, jongens. Is Reinhardt down? Nee, Reinhardt loopt nog steeds daar. Ik kan Reinhardt nu... Ja, lekker. Ik heb Reinhardt eraf gegooid. Hoppa! Lekker 10-player killstreak. Nice. Oké, er staat iemand op het punt. Die is ook weer... Oh, we moeten nu even uitkijken voor Soldier die zijn ult doet, volgens mij. Ja, zeker. Soldier doet zijn ult. Dan moeten we even oppassen. Maar Soldier is alweer weg. Ze hebben ook Pharah gepakt nu. Volgens mij omdat ze gewoon Pharah super irritant vinden. Pharah kan ook best wel irritant zijn, hoor. Ze is toch wel een aardige defender. Daar gaat Winston. Pak Winston. Diva, kom op. Ja, Winston down. De barrier staat er nog wel. Daar is de Pharah van hun. Hoppa. Later, Pharah. Lekker. Lekker bezig, team. Goed bezig. Ik ben een beetje aan het pushen. Lukt niet om hem down te krijgen. Nu wel, denk ik. Nog steeds niet. Leeft Lucio nog? Bye bye. Dat was geen Lucio. Dat was iemand anders. Ik dacht dat het Lucio was, maar het was iemand anders.
Die ken ik dus ook nog niet. Hoppa! 15 player kill streak en een double kill. We gaan lekker, Rikachu Army. We gaan lekker. Wie heeft zin om met mij Overwatch te spelen? Ik zie daar een Widowmaker. Widowmaker down. Ik laat Reinhardt een klein beetje naar boven bouncen. Reinhardt die staat gewoon hier te chillen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Help Moira, help Moira. Ja, lekker. Zo doen we dat. We moeten elkaar helpen, team. Lekker bezig. Kijken of ik nog mijn ult kan krijgen. Het zou wel leuk zijn als ik nog één keer mijn ult kan gebruiken. Want net had ik die echt nodig voor Pharah. Het is niet echt een hele goede Pharah spelen. Want nu ligt hij ook weer op de grond. Ik ben weer omhoog nu. Kom op, pak Pharah. Lekker team. Pharah is down. Ik kan bijna mijn ult nog een keer gebruiken. Ik zie hier nog een mee volgens mij. Nee, dat is niet mee. Dat is weer die donkere guy van wie ik de naam niet weet. Ik kan nog een keer mijn ult gebruiken. Maar er zijn geen enemies. Dus we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Lekker. Dit ging supergoed. Dit ging echt, echt heel erg lekker. Ze zijn een paar keer op het punt geweest. Oh, play of the game ook nog met Pharah. Nice, dat zal wel een dubbel killtje zijn dan. Hier had ik er, ja, één. Is dit mijn play of the game? Oh, hier nog twee. Ja, we hadden die hier nog twee. Bam! 3 binnen 5 seconden of zo. Nice too! Lekker bezig. Dat was een heerlijk eerste potje zo, jongens. 21 eliminations. Best wel wat damage done. En we zijn gewoon gelijk even een leveltje up. Bam! Dit was mijn allereerste potje Overwatch, jongens. En dan gaan we even wat lootboxies openmaken, jongens. Wat trouwens ook wel tof is, is dat nu het Halloween Terror thema is. Waarin je dus speciale Halloween skins kan unlocken. Zou wel tof zijn als we even wat Halloween skins pakken. Maar die krijg je dus ook door wins te hebben in deze dagen. Over een paar dagen is die afgelopen, over 4 dagen. En als we 9 wins pakken, dan krijgen we dus die Junkrat Inferno skin. Maar laat me even die lootboxen uitpakken. What? Dit is een golden lootbox. Volgens mij krijg je hier sowieso een goud item uit. Let's go. Wat krijgen we voor skin? Geef me een mooie skin. Van wie is het? Oeh, ik speel bijna nooit met Reinhardt, maar het is wel een hele mooie Reinhardt skin. De Blackheart skin. Oeh, ja, deze is wel mooi, man. Deze is wel mooi. Ik zou hier bijna voor met Reinhardt gaan spelen. Ik ga hem ook gewoon gelijk equippen. Want dit is best wel een dope skin. We hebben ook een voice line voor D.Va. En we hebben een spray voor Symmetra. Ja, Symmetra is echt iemand, daar speel ik echt helemaal nooit mee. Oké, jongens, we hebben nog 2 lootboxies. En ja, ja, het is een Halloween lootbox. Nice. Let's open up. Hopelijk op weer iets goeds. Ah, ik heb alleen een blauw item. Dit is niet super dope. We hebben hier wel dan deze voice line. Trick or treat. Trick or treat. Soldier is altijd wel een fijn character. Soldier 76. Is altijd een character waarop je kan terugvallen als het even niet zo goed gaat. Dit is gewoon je classic shooter guy. Dit is er eentje van Anna. Player icon. Ik weet niet waarom ik die equip, want ik speel echt nooit Anna. En we hebben een voice line van Genji. Yosh! Equippen we ook gewoon. We hebben toch nog niet zoveel, dus. En dan hebben we nog een spraytje voor Roadhog. Het is wel een leuke spray trouwens, dit. En ik heb er nog één. Ik heb nog één Halloween lootbox. Laten we hopen dat hier dan wel iets moois uitkomt. Alsjeblieft, geef me iets moois. Minimaal iets paars. Ah, nee. Weer 2 blauwe. Man. Wel een hele toffe victory pose trouwens. Ik vind deze victory pose van Lucio wel tof. Lucio is best wel een coole hero. Die kan ik op zich wel waarderen. Daar speel ik heel af en toe ook wel eens mee. Maar mijn favoriete healer is Zenyatta. Ik heb ook gelijk een voice line. We hebben gelijk 2 toffe dingen voor Lucio. En een spray voor Sigma. Een character die ik nog niet ken. Want toen Sigma erin kwam, was ik al gestopt met het spelen van Overwatch. En oké, laat ik deze player icon dan maar pakken. Die is in ieder geval toffer dan die van Anna. Als je Overwatch hebt gepreorderd, krijg je natuurlijk wel al wat hele toffe skins erbij. Die kunnen we ook wel even checken. Dat doen we hier in de Hero Gallery. En ik heb er dus al eentje voor Anna blijkbaar. Dat is deze Shrike skin. En die is wel nice. We hebben een skin voor D.Va. Yeah, D.Va. Iedereen houdt toch van D.Va, jongens? Oeh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik toch deze roze skin van D.Va toffer vind. Dan hebben we ook wat voor Genji gekregen. Een Carbon Viber. Oh, die is wel nice. Helemaal in het zwart. Die is heel tof. Hanzo. Ook een heel tof character met een pijl en boog. Daar hebben we de Okami skin van. Oh, dat is deze. Oh, die vind ik zo vet. Die wilde ik altijd hebben op de PlayStation 4, maar die kreeg ik nooit. Dan Junkrat hebben we ook al wat voor blijkbaar. Dat is welke skin? De Fool skin. Oh, die is ook super leuk. Yeah, man. Ik ben van de week naar de Joker geweest. En ja, deze skin voel ik wel. Even kijken. Dan hebben we nog
eentje van Reinhardt blijkbaar. We hebben net een toffe van Reinhardt ontgrendeld, maar we hebben ook de Paragon skin. Nee man, die Blackheart skin, die is veel toffer. Dan hebben we ook iets voor Pharah. Dat is dan geen skin en deze heb ik vrijgespeeld omdat ik net een killstreak had. Dat is een spray en dat is deze spray, de Pixel spray. Superleuk, die kan ik overal op de muren gaan spuiten vanaf nu. Moira, we hebben ook iets moois voor Moira. Dat is een van de betere healers die ook veel damage kan doen. Deze pale skin. Is wel nice, maar ik denk dat je heel goed te zien bent met deze skin. Dus ik pak toch liever de donkere skin. Mercy van velen. De favoriete healer. Daar hebben we de... Oh, de Valkyrie. Ja, ja. Dit is wel zo'n beetje de tofste skin voor Mercy. Ah, oh, dit is nice dat we deze gewoon krijgen. Ze hebben wel echt een aantal hele toffe skins uitgekozen om te geven aan ons. Als je dus Overwatch hebt gepreorderd. Van McCree hebben we de Mystery Man. Oké, die is wel geinig, maar ik moet je eerlijk zeggen... Deze McCree skin is beter. En dan hebben we natuurlijk een skin van Widowmaker. Die heb ik al geëquipt. Dat is deze Noir skin. En ook hebben we gelijk de Winter skin. Van haar kregen we dus twee skins. Maar de Noir skin, ja, die blijft echt epic. Oké, jongens, en dat is alles wat je krijgt als je dus Overwatch pre-ordert. Een aantal lootboxes, een aantal skins. En dit was mijn allereerste potje Overwatch voor de Nintendo Switch. Dus even een blauw duimpje omhoog als je meer Overwatch wil zien op mijn kanaal. Want ik wil het graag spelen. Ik weet alleen niet of jullie het willen zien. Abonneer mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!